Ik herinner me nog, als ik nog een klein manneke was, toen ik naar de koersen ging, dat was dan ik en Kotman, Otter Schoonjans en zo. Dan bestond er nog in Gent Dossenspoor. Ja, ja. En mee Dossen. Ja. Een van die collega's van u. Ja, ja, zeker, zeker. En dan, voilà. En wat me nog herinneren ook, dat is dus Don Fredo. Ja. Als ik dan zolder heb over de spoorweg reed, kun je er niet naast kijken. Ja, nee. Dat zijn dingen, en die bestaan nog, hè. En de grote prijs Don Fredo bestaat ook nog, hè. Voilà. Ja. Die is nu onderbroken geweest, maar die komt terug. Ja. 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 En Heusden dan, uw stokpaardje in Heusden. De eerste koers in Heusden werd door je pa gewonnen. Ja, in 1929. Ja, 29, en in die periode het vier koers gewoon op vijf dagen. De profkoers, ja, hè. Ja, ja. Hetzelfde als we zijn mede. Wondelhem en Balgroeke en Logium. Vier of vijf dagen profkoersen. Ja, heeft u je nooit niet gezegd? Willy, jij moet ook koersen. Heeft me dat niet gezegd, maar ze toch graag gehad hebben. Maar waarom zei je dan nee? En, ja, ik heb nooit gezegd nee. Ik zei altijd, ik heb gestudeerd voor coureur te worden. Is het waar? Ja. En, nee. En waarom ben je niet geworden? Maar ja, nee, ik ben, ik heb gereden, beginnen rijden. Ook 17 jaar zo. 17, 18 jaar, ja. Hij toch gereden? Ja, bij de onderbeginneling. Ja, onderbeginneling. En ik ben eigenlijk ziek geworden. Oei. Ja. Ja, ik ben nooit ziek geweest in goed mijn leven. Maar toen werd ik ziek. Maar ik had witte bloedcellen tekort. Ja. En ik heb moeten stoppen met mijn studies. Zeker met de koersen. Dat is de reden dat ik gestopt ben. Maar dan gingen ze dan, morgens vroeg om 4, 5 uur, zat ik op een koers verloor. Vertoefenen en eruit naar school gaan. Hè? En heb je ooit iets gewonnen dan? Of kon je een beetje mee? Of zei je, ja, dit is niet aan mij besteed? Jawel, ik heb goed gereden, toch? Ja, ja, ja. Oei. Ik heb hier gewonnen. Ja, ja. Daar ben ik zeker van. Weet je nog waar? En Sint-Margriet, ja. Tegen Sint-Lorijns. Kaprijke Sint-Lorijns, die buurt. Ja, en daar heb je met je vader ten eerste dan zelf een beetje gereden. En dan Heusden koersen. Hoe ben je dan daar in Heusden terecht gekomen? Ik ben verhuisd in 71 in Heusden. En na een jaar of vier... Ja, ik kende de Heusden van mijn pa. Reed altijd de gentleman koersen in Heusden. Hmm. Dat was met een oude coureur en met een jonge coureur. Met Foreen al erbij enzovoort. En ik heb... ja, en om duur, dat begon te slabbakken in de koers van Heusden. Ik denk dat in die periode 45 coureurs maar hadden. Hè. Wat jaar was dat dan? Ongeveer? Dat was in de jaren 70. Ja. Was dat toen na Van Looy nog? Ja, ja. Want Van Looy heeft toch de groeiperiode is geweest tot de periode van Valooi. Ja, ik herinner me nog. Van Steenberg heb ik nog gezien. Albert Ooman was er de neerrechter van. En dat marcheerde heel goed. En alle goede coureurs kwamen er zelfs naartoe. Was toen te betalen nog? Of, en betalend inkom. Ja, ja. Inkom, en dan is hij gestopt. En dan is een dieptepunt gekomen met die 45 coureurs. En dan hebben ze mij aangesproken. Ik had er zelf willen naar... Ja. Aan het begin. Jij moet dat goed trekken. En dat is gelukt, hè? Het is al 25 jaar. Kijk nu een keer. Ja, ja. En nog altijd met dezelfde passie? Dat je ja, toch. En uw zoon heeft dezelfde micro. Ik heb een goede medewerking van een secretaris, mijn secretaris, Peter de Moor, en ook van mijn zoon. Ja. Uw zoon is ook genoeg naar het vader. Meer en meer, wat Fred, hè? Ja. Meer en meer is hij erbij betrokken. Ja, heeft hij dezelfde passie van u? Denk het wel, maar je hebt minder tijd over kijken. Je had ook een grote functie toch, hè? Ja. Jij zelf dan? Ja, ik was directeur geweest van Esso Belgium. Ja. Ik was directeur van de verkooppunten, al de stations. Maar je had toen meer tijd? Naast van Belgen. Ja. Maar niet in die tijd was ik nog... Ik ben 23 jaar in pensioen. Dus... Ja, spreken over andere tijden. Ja, maar nu is het voor hem heel hard werken. Ja, natuurlijk. Ja, maar toch nog die passie voor die koers. Verfred, ja. Meer en meer. Ja, uw vader? Meer en meer, en mijn kleinzoon ook. Ja, oké. Okay. Maar uw vader dan? Fred is zijn kleinzoon, naar hem genoemd dus. Ja. Waarom naar hem genoemd?
Mijn pa wilde geen Peetje zijn. Ach zo. Of moest Alfred zijn. Ja. En hij werd Freddy genoemd. dat trok erop. Maar nu zegt iedereen Fred. En nu noemt hij hemzelf Fred. Ja. Zag je zijn kleinkind? Ongeveer 11, 10, 15. Had hij dat tijd voor Fred, voor zijn kleinkind? Ja. En nam daar de tijd voor? Vrij goed, ja. Heb je zijn klak nog? Want overal waar hij verscheen had hij een klak op zijn hoofd. Ja, met die karoos. Ja, heb je die nog? Die klak? Nee, ik heb dat niet meer. Verloren geraakt. Ik heb te veel gedronken, dat was van Derby Spoor. Ja, had zo, gesponsord. Ja. Ja, dat was een mooie klak, hè. Trouwens, iedereen kende hem met die klak. Ja, met die klak. Ja. Dat was zijn tv-mutsken. of fotomutsken. Ze zagen dat wit en zwart, die cadeautjes. Is er ook veel naar de koers geweest? Oei. Ja. Altijd. Tot zijn laatste dag. Zelfs tot zijn laatste dag, als hij 88 jaar was. Hij is niet ziek geweest. Hij was een beetje verkouden. En dat was over. Ik ben de deuren, zei hij. En het gaat met mijn bak kom naar beneden. Ze stond altijd vroeg op en hij lag aan de zetel. En dan voelde hij hem niet goed. En ze zijn hem binnengevoerd naar de kliniek. En onder de bonen was in een dag geleefd. Dus hij heeft niet geweten dat hij weg was. Ja. Dat is een mooie dood, ja, hè. Ja, Fred zei dat ook, je zoon zei dat. Ja, ja. Dus mooi om zo te kunnen ingaan. Ja, natuurlijk. Ja. Zijn er nog veel herinneringen aan hem? Al die foto's van vroeger, heb je die nog allemaal? Ook heel veel. Ja. Heel veel. Ik heb nu net gezien dat iemand van vroeger, een foto van vroeger, opgestuurd heeft naar u. Per mail, die je nooit in je leven gezien had. Ja. Weet je nog waar die zou kunnen getrokken zijn? Die foto, dat weet ik niet meer. Nee, dat was van de men. Stond er voorbij. Voor de men tijd. Ja, hebben ze niet gezegd waar die foto's toch? Ja, juist. Fred, jij gaat de traditie voortzetten. Hoe lang ga je deze koersen nog doen? Willy bedoel ik? Ja. Ik denk dat dan het nog een jaar doen, misschien 2 jaar, maar ik ben toch aan het overdragen. Ja. Waarom doe je dat dan? Zeg je, mag wat minder zijn nu? Of? Mag wat minder zijn, ja, fysisch, de jaren begint te tellen, ik word 82, hè. Ja. En ben verplicht van beneden te leggen. Maar eigenlijk de naam, Amerlink, wil ik niet wegdoen. Ga of te als Fred dat weer doet, kan dat blijven. Ja, en Fred gaat het doen. Als die naam wegvalt, want mijn naam, de naam van de koers, Sportclub Klaver 7. Hè? Ja. Nog een tijdje Grote Prijs Raas genoemd. Grote Prijs Raas ook, ja. Dat noemt nog zo. Ja. We hebben dat nooit meer willen veranderen. Maar iedereen zegt Heusenkoers. Heusenkoers en mijn pa is er dicht aan verbonden. Hè, ja, ik ook. Ja, je bent er ook koersdirecteur. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Sta je dan met je hoofd door die wagen met de vlag te zwaaien? Of zeg je eens met de coach van maar in... Ik zit altijd aan de koers, ik, hè? Ja. Als koersdirecteur, Willy, ik wil u bedanken voor dit leuke gesprek. Ja. En ik hoop dat je nog zelf veel jaren Heusenkoers mag doen. Ja. Wat brengt u? Ja. Oké, dank u wel. Voilà.